Ereconsul Israël wil samenwerking met Suriname versterken. De ereconsul voor de Republiek Suriname in de staat Israël, Jozef Haim Harosh, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Eldis Polak Bigli. Tijdens dit onderhoud op 26 juni 2019 heeft de ereconsul aangegeven de samenwerking met Suriname te willen versterken op onder andere de gebieden van landbouw, gezondheid, educatie, cultuur, toerisme, ICT en veiligheid. De ereconsul Jozef Harosh geeft verder in een interview met het Nationaal Informatieinstituut aan dat Israël trainingsprogramma's en studiebeurzen beschikbaar zal stellen aan Suriname op verschillende onderwijsniveaus en in het bijzonder op het gebied van landbouw. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.